Het ministerie van Defensie heeft vandaag 48 cursisten beëdigd die de basisopleiding voor militaire politie, MP, hebben afgerond. Waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kiwasen, riep de militairen op om zich te blijven scholen, omdat de militaire politie nu een vergrijzing doormaakt. Hij benadrukte dat in het leger er mogelijkheden zijn om hoger op te komen. Waarnemend procureur-generaal Grasha Parakhsin hoopt dat met deze aanwinst de werkzaamheden niet stagneren. Daarnaast gaf ze de pas beëdigde MP's aan dat integriteit heel belangrijk is bij het uitvoeren van hun taken. Bij de MP hebben we helaas te maken met een vergrijzing die niet te stuiten is. We hebben binnenkort hoger opgeleiden nodig om managementfuncties over te nemen. Dat gaat helemaal van u afhangen hoe ver u komt. Wat wij van u verwachten, dat u zich gaat houden aan waarden en normen, ook als er van buitenaf druk mag ontstaan. Verder dat u eerlijk en betrouwbaar bent en dat u zich niet laat omkopen, maar inderdaad, de verleidingen zullen komen. De praktijk heeft dat inmiddels ook al uitgewezen. De taken van de militaire politieman vrouw zijn daarnet ook al onder de aandacht gebracht door een voorgaande spreker. Ik zal niet in herhaling treden. Maar wat belangrijk ook is in deze, het opsporen en onderzoek van strafbare feiten gepleegd door amateurmilitairen en collega's. Verder ook nog specialistische opsporingswerkzaamheden, bijvoorbeeld controle op echtheid van reisdocumenten bij de grensoverschrijding. Dat zijn allemaal taken die je ook toebedeeld zult krijgen. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie haalde aan dat Defensie elke week stappen vooruit zet. De beëdiging van deze groep militaire politie is daarom een nieuwe mijlpaal voor de legerorganisatie. Ze hield de pas beëdigde MP's voor dat zij belast zullen worden met militaire politietaken. Toetsen van handelingen van militaire landsdienaren, strijdig met de militaire tucht en orde. Dat is één belangrijke taak. En de tweede is ondersteunende taken aan de politie, overige instanties. Vooral handhaving van wetten. En ik benadruk ook artikel 14, wet op het Nationaal Leger, waarbij de PG aan ambtenaren van de militaire politie zodanige instructies kan geven met betrekking tot opsporing en nasporing van strafbare feiten als zij in het belang van een goede justitie nodig acht. Dus we staan ook onder directe leiding, de leden van de militaire politie, onder directe leiding van de procureur-generaal. Minister Mathura drukte de MP's op het hart om zich voorbeeldig en onkreukbaar op te stellen. Ook haalde ze aan dat deze groep eraan zal moeten bijdragen om het gezag binnen het leger terug te brengen en het vertrouwen van de gemeenschap in het legerapparaat te versterken.